Het is tijd voor de allereerste adventkalender unboxing. Dit was de adventkalender. Wat vind ik er eigenlijk van? Nou, wil jij deze inhoud van deze adventkalender winnen van de Action? Dat zijn dus 24 producten. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is tijd voor de allereerste adventkalender unboxing. Oh mijn god. Het is natuurlijk nog een beetje vroeg, dat weet ik. Maar op YouTube moest je met dit soort dingen gewoon best wel op tijd bij zijn. En nou zag ik hem dus al eind augustus, zag ik deze adventkalender bij de Action liggen. En ik dacht, weet je, ik koop hem. Dit is de adventkalender van de Action voor het jaar 2022. En ik vind hem er oprecht heel erg leuk uitzien. Helemaal kerstig. Van die pakhuizen, hier een rendiertje met kerstman. Kerstbomen. Dit is dus de adventkalender van de Action en dan met skincare en beauty producten erbij in. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Op de zijkant en zo staat al helemaal wat erin zit. Ik kreeg er ook een briefje bij. Namelijk dit en hierop staan ook producten, dus dat wil ik eigenlijk nog niet zien. Dus ben je benieuwd wat er in de adventkalender van dit jaar van de Action zit? Blijf dan zeker even kijken. En kijk vooral even tot het einde van de video, want ik ga deze hele inhoud van deze adventkalender weggeven aan een van jullie. Dus mocht jij de inhoud van deze adventkalender wel willen winnen, blijf dan kijken tot het einde van de video. Heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want er komen er nog veel meer adventkalender unboxing aan. Laat ik gewoon naar vakje 1 gaan. Oh mijn god, dit is zo lang geleden. Kleine disclaimer trouwens. Ik heb nog nooit de adventkalender van de Action gehad. Ik heb dus eigenlijk ook geen verwachtingen. Dus ik ga er gewoon blanco in. Vakje 1. Oeh, waar zit de opening? Oh, hier. Oh, dit is best wel een groot product. Oh, niet te veel openscheuren. Oh, dit is zo'n adventkalender waar je het echt heel moeilijk uitkrijgt. Ja. Oh my god. Dit is leuk. Ik hoop dat elk product zo'n leuke naam heeft. Dit is de Spa Exclusive Body Peeling. Met de naam Jingle Twinkle. Dit is het product. Het flesje ziet er wel echt heel erg leuk uit. Body peeling. Een body peeling. Nou, dat is dus een exfoliant. Ik heb eigenlijk geen idee wat een body peeling is. Ik zou hem niet openmaken, want ik ga deze inhoud dus weggeven. Maar ik denk een scrub of zo. Ik heb geen idee. Ik vind het wel leuk. Helemaal vergeten te zeggen, de adventkalender kost dus €12,99. Dus dat vind ik echt geen geld eigenlijk. Vakje 2. Hier. Hier zit vakje 2. Oh, maar dit vind ik altijd wel handig. Deze ziet er echt heel erg leuk uit. Ja, heel veel zijn hier waarschijnlijk nooit blij mee met een nagelvel. Maar ik vind het echt altijd handig. Dit is dus een nagelvel. Kijk nou. Echt heel mooi. Helemaal goud. En dit is dus zwart. Altijd handig. Vakje 3. Oh, die zit hier. Helemaal onderin. Oeh. Oh, wat is dit? Is dit een scrub handschoen? Ja, ik denk voor die body peeling, oftewel scrub, denk ik. Ja, dit vind ik niet zo heel boeiend eigenlijk. Zijn er mensen die dit gebruiken als je scrub aanbrengt op je lichaam? Ik doe dat gewoon met mijn handen. Ik gebruik eigenlijk nooit een scrub handschoen. Oeh, ik scheur hem helemaal open. Hierin zit een product. Ik zie ook al product onder, maar dat wil ik gewoon nog even niet zien. Dit is een handcreme. In vakje 4 zit deze handcreme en dit is 30 ml. In de geur of in de smaak of whatever, Mystic Joy. Even ruiken, oh dat kan natuurlijk niet. Ik ben echt heel erg benieuwd naar die geuren, maar ik ga ze dus niet openmaken. Maar handcreme vind ik altijd chill. Ik ben ook wel benieuwd naar de handcreme van Spa Exclusive. Ik heb geen idee. Handcreme. Dan gaan we naar vakje 5, die zit hier bovenin. En dit is ook een product, wel een wat kleiner product. Dit is een 8 ml, dat is echt heel klein. Een face mask in de smaak, geur, soort, whatever. Cozy Night. Naam is heel erg leuk. Ja, ik vind wel een kleine tube voor een gezichtsmasker. Maar altijd handig. Ik ben alleen echt benieuwd naar ja, hoe het product in zijn werking gaat. Ik heb dus geen idee nogmaals. Ik heb eigenlijk nooit producten van Spa Exclusive gebruikt. Dus mocht je dat wel hebben gebruikt, let me know in de comments. Ik ben heel erg benieuwd.
Vakje 6 zit hier. Het is een groot vakje. Hier, in dezelfde als de allereerste, de Jingle Twingle Face Scrub. Dus dit is een 30 ml. Dat is al wel weer wat groter. Nou, dat vind ik altijd wel handig, gewoon een face scrub. Prima formaatje. Ik vind deze wel leuk. En ik vind de naam Jingle Twingle is toch leuk. Nou, de adventkalender valt een beetje uit elkaar al, maar goed. Vakje 7, die zit hier. Ja, het is wel een beetje moeilijk om te scheuren, want het scheurt gewoon allemaal mee. Maar goed, oh mijn god, dit ziet er heel leuk uit. Oh mijn god, dit ziet er echt heel leuk uit. Dit is, oh, badconfetti. Ja, nou ja, weet je, als je gewoon gebruik. Bad met warm water vullen van het zakje erin, had ze oppervlakken kunnen glad worden. Een badconfetti. Het ziet er leuk uit. Oh, daar gaat het. Oh, daar gaat niet goed. Die andere product gaat ook bij in. Maakt niet uit. Shampoo. 50 ml. Hij ziet er wel lekker uit. Met de naam Cozy Night. Ik ga nu naar vakje 9. En die heb ik dus al gezien. Want die zit hiernaast. Huh? Nee, dit klopt niet. Deze hoort ergens anders. Maar ja, waar? Die hoort hierboven. Ik zie het andere ook al. Maar goed, ik doe net alsof ik het niet heb gezien. Vakje 9. En dat is een body mist. Mystic Joy. Oh, die lijkt me heel lekker. Dit is dus een body mist. En hier ga ik even een spreetje van wagen. Dan is er één spreetje uit. Ik doe gewoon even op mijn... Oh, een hele harde straal. Oeh, oeh. Beetje een zure geur. Mystic Joy, dat klinkt dan zo kerstig. En dan is het een en al zuur. Ook niet lekker zuur. Jammer. Vakje 10 zit hier. Oh. Kijk, volgens mij is dit gewoon iets wat je in een bad doet. En het is een vorm van een voet. Dus ik denk voor een voetenbadje. Misschien kan ik het vinden of zo. Een badvisser. Voetbad. Dit is voor een voetenbadje. Oh. Dit is leuk. Vakje 11 zit dus een hele kleine, ja, ook weer voor in een bad. Een soort bruisbal. En dan een gouden ster. Ik denk dat heel je bad dan wel onder glitters komt te zitten. Maar dit is wel echt kerstig. Dit is echt leuk. Dit vind ik leuk. Oh, dit is een heel groot product. Kon natuurlijk niet ontbreken. We hebben al de shampoo gehad. Dus in vakje, welke was het? 12? Ja. In vakje 12 zit een 50 ml. Conditioner. In de soort Cozy Night. Pakje 13 had ik eigenlijk al gezien omdat hij uit elkaar valt. En ik weet, oh, deze is wel heel karig. Valt nog net niet uit elkaar. Dit soort dingen gebruik ik dus best vaak. Bij termen, dat merkje heb je ook. En dan heb je ook van die, ja, voor helemaal zo, hoe noem je dit eigenlijk? Om jezelf mee te wassen. Ik heb geen idee hoe je dit noemt. Laat me even weten hoe je dit noemt. Maar ik vind dat echt lekker. Het gaat dan nog meer schuimen, hè? De shower gel. Maar deze, heel eerlijk gezegd, ziet er echt een beetje karig uit. Als je dit gebruikt, dan wil je ook zo'n lekkere, volle. Deze is echt karig. Ja, ik moet eerlijk zeggen, deze is echt heel karig. Hier, oh, dit is een grote. Oh, ja. Dit is de Mystic Joy Body Lotion. Nou ja, ik hoop dat de geur hiervan dan wel lekker is, want... De naam klinkt echt heel erg leuk, dus dan hoop je ook dat het zo'n lekkere kerstgeur is. Maar als ik die body mist net rook, is dat niet dezelfde, hè? Mystic Joy, ja. Dan hoop ik niet dat die body lotion heel zuur ruikt. Maar goed, 15. Wat is dit? Ik moet een beetje denken aan een maandverbandje. Ja, een slaapmasker. Ik gebruik het niet. Ik vind het niet zo bijzonder. Het is ook niet een hele fijne. Oh, dit is leuk. Kijk, dit vind ik nou leuk. Even wat anders dan een tube. Een food cream. Mystic Joy. Mystic Joy heeft dus dezelfde geur als die body mist. Dus niet heel lekker. Maar wel leuke voetencreme. Dit is dus een 50 ml. Vakje 17. Vakje 17 zit hier. Oh, die kalender. Die valt uit van ellende nog niet uit elkaar. Dat vind ik dan wel jammer, dat het dan twee keer achter elkaar is, zeg maar zo'n, ja, wat is het eigenlijk? Body butter, wel leuk hoor. In de geur Cozy Night, maar dan had dat een beetje verspreid moeten zitten of zo. Dan denk je weer, oh ja, even weer een leuke
hoe noem je dit? Een bakje in plaats van een tube. Dit is dus een 50 ml body butter in de Cozy Night geur of soort. Dit is ook weer voor in een bad. Ook een sterretje, dat vind ik dan wel jammer. Maak er dan een kerstboom van of weet ik veel, iets anders, een rendier, sneeuwpop. Dus twee keer een ster voor in een bad. Dit is weer in de geur Cozy Night. En dan een lipbalm. Dat vind ik leuk, want dat hebben we nog niet gehad. Dit is de lipbalm. En ook in zo'n potje. Dat is altijd wel echt heel erg handig in gebruik, vind ik. Nou, de staat van de adventkalender naar 19 vakjes. We gaan nu naar vakje 20. En die zit hier, als ik hem nog open krijg. Oh, vacuüm. Dit is weer een badbruisbal. Maar dat vind ik altijd leuk. Echt, je kan geen genoeg badbruisballen hebben in je leven. Dit is een beetje in een blauwe kleur. Een hele kleine ronde. Maar ja, badbruisbal, nooit genoeg van. Oh, oh ja. Die heb ik al eigenlijk dus al gezien. Dit zijn badkristallen. Dit kun je dus in bad doen. En dan geeft het volgens mij gewoon een lekkere geur. Of heeft het ook een werking? Ik heb geen idee. Ik had eigenlijk verwacht dat er dan ook echt wat make-up in zou zitten. Skincare en beauty. Of is dan beauty de shampoo en conditioner en zo? Een vakje 22, die zit hier. En dit is een face wash in de smaak Jingle Twingle. Dit is de face mask. Vakje 23 zijn we alweer bij de ene laatste. Ik ga er dus vanuit dat er geen make-up in zit. Jammer. Maar misschien is dat gewoon een verkeerde verwachting van mij. Nou ja. Oh. Het volgende item is dus een 10 ml day cream. Ja, 10 ml is wel weinig. Echt na twee keer gebruiken is die dan op. Ja, er zit nog geen dagcreme in, dus leuk. Nou, dan gaan we naar het laatste vakje. Dit ziet er wel heel armoedig uit, hè? Nou moet ik zeggen dat ik echt mijn best heb gedaan met mooi openen. Maar ja, de kalender is ook niet heel duur, dus wat verwachten we? Het ziet er ook wel feestelijk uit. Dit is een shimmering shower gel. Nou, dat vind ik op zich wel een leuke afsluiter. Door de shimmer. Wel lekker kerstig. Dit is dus van weer Cozy Night. Dit is de shower gel. Deze lijkt me oprecht wel lekker. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar de geur. Maar omdat ik dit ga weggeven, ga ik niet die dingen openmaken, zeg maar, om te ruiken. Omdat ik het dus nog ga weggeven aan een van jullie. Maar Cozy Night. Klinkt leuk. Nou, dit was de adventkalender. Wat vind ik er eigenlijk van? Ik vind de adventkalender op zich wel leuk. En voor €12,99 krijg je oprecht best wel veel. Je krijgt veel. Je krijgt 24 dingen. Dus voor €12,99 oprecht een goede adventkalender. Alleen, ik had verwacht, omdat er stond beauty en skincare. Ik weet niet of het dan aan mij ligt. Maar ik had verwacht dat er dan ook wat make-up of zo bij zou zitten. Misschien is dat gewoon een hele verkeerde verwachting van mij, hoor. Dus dan is het gewoon 100% mijn fout. Maar dat was wel leuk geweest. Als het gewoon een beetje een afwisseling was tussen letterlijk dus skincare dingetjes en wat beauty producten. Dan had ik het echt helemaal geweldig gevonden. Ja, ik vind het voor €12,99 oprecht een goede adventkalender. Goed, dit was de adventkalender van de Action voor €12,99. Laat me zeker even weten of er dan ook nog een make-up adventkalender is. Of dat dit het dan is. Ik heb geen idee. Nou, wil jij deze inhoud van deze adventkalender winnen van de Action? Dat zijn dus 24 producten. Wil jij al deze 24 producten winnen? Dan moet je even luisteren. Want ik ga dus deze inhoud van de adventkalender weggeven aan een van jullie. En dit moet je doen om het te kunnen winnen. Gedurende deze hele video heb ik één smiley voorbij laten komen. Reageer even in de comments met deze smiley erin. Of je nou alleen die smiley reageert of een leuke comment met die smiley erbij in. Die smiley moet je in ieder geval gebruiken in de comment. En als je dan toch bezig bent, zou ik het leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal en een like geeft aan deze video. Heb je dat gedaan, dan selecteer ik gewoon in de comments iemand met die smiley en die stuur ik een berichtje. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Laat me zeker weten wat jij van de adventkalender vindt en welke adventkalenders ik nog meer moet unboxen. En vergeet dus niet mee te doen aan de winactie. Doei doei, bedankt voor het kijken!